Helemaal. Ik ga jullie vandaag laten zien hoe je een design van ScannerCut Canvas kan aanpassen. Ik kreeg een vraagje om het geschenktasje aan te passen wat in ScannerCut Canvas staat. Dus dit tasje wat hier aan staat in je ScannerCut. Als je inlogt, krijg je dit scherm te zien. En als je dan op een design klikt, dan komt daarin te staan uit hoe jouw design eruit komt te zien. Een instructiefilmpje en een downloadknop om volledig te downloaden. En een knop om je beschrijving te downloaden en een knop om hem volledig te downloaden. En je kunt ze in onderdelen openen in je canvas. Ik kreeg de vraag om de onderkant van dit tasje aan te passen. Want zoals je ziet is het tasje netjes verdeeld. Maar dit ding kost je een vel van 30 bij 30 centimeter. En de rest eromheen kun je weggooien zo'n beetje. Dus het is erg zonde van je papier. Dus eigenlijk wil je deze anders indelen. Zodat die gewoon zuiniger uit je papier gesneden gaat worden. Dus wat ik ga doen is ik ga deze even openen. En dan druk ik op dat vierkantje met die design erin, zeg maar. En dan zegt hij dat hij hem in mijn ScannerCut gaat of in mijn canvas gaat openen. En dat je hem kan opslaan onder je eigen projecten. En dan zien we hier het design in de canvas staan. En dan zie je inderdaad dat hij je hele blad in beslag neemt. Dus als je dit wil snijden uit papier, heb je echt een probleem. Want dat betekent dat je een 30 bij 30 blad erin moet doen. En dat is zonde. Dus ik kreeg de vraag of ik deze wil opsplitsen. Zodat hij in drie delen bestaat, zeg maar. De onderkant en twee zijkanten. En dat is eigenlijk wel een goed idee. Dat heb ik zelf ook wel over na zitten denken. Zo kun je hem ook vergroten, verkleinen, langer maken, korter maken. Whatever you want. Dus allereerst beginnen we eventjes met het design te draaien. Want dit werkt niet makkelijk. Als je je design aanklikt, dan krijgt hij van zo'n boxje eromheen. En dan zit hier zo'n groen bolletje bovenaan. Als ik met mijn muis daarop ga staan, dan krijg je een soort draai-icoontje. Als ik met mijn muis klik, dan kan ik hem verdraaien. Hou ik de shift ingedrukt, gaat hij in hoeken van 45 graden steeds draaien. Nou, we willen maar één slag gedraaid hebben, zodat hij rechtop staat. Dus ik druk hem tot hier en laat alles los. En wat ik even doe, is ik zet deze even aan de kant en maak een duplicaat hiervan. Iedereen maakt wel eens foutjes en dan is het altijd fijn om een kopie ergens van te hebben. Deze kun je altijd weer later weggooien, dus vandaar. Ik klik rechtermuisknop op mijn design, klik op dupliceren en dan heb ik een duplicaat hiervan. En die zet ik even in mijn canvas neer. Nou, wat we gaan doen is we gaan deze drie delen los van elkaar snijden en we gaan een lijmflapje maken aan de onderkant. Zowel aan deze kant als aan die kant. Zodat we de twee zijpanelen daar weer aan vast kunnen zetten. En wat ik eerst altijd even probeer is rechtermuisknop en dan kiezen voor groepering opheffen. Dan weet ik eventjes wat ScannerCut voor groeperingen heeft gemaakt in het design. En ik weet uit ervaring dat ScannerCut deze heeft gemaakt uit twee stippenlijnen. En helemaal horizontaal over de hele design lopen. En twee van deze designen die schuin weglopen. Nou, op zich kunnen we die nog wel gebruiken zometeen. Dus die laten we eventjes staan. Waar we beginnen is eerst het grote roze blok delen. En dat doen we dus door eerst een vierkantje eroverheen te plaatsen. Dus ik ga naar mijn basisfiguurtjes aan de linkerkant. Ik klik op het vierkantje. Daarmee zet ik het vierkantje op mijn canvas. En ik plaats mijn vierkantje op het roze blok. En ik plaats de bovenlijn ongeveer op het stippenlijntje waar die gevouwen moet worden. En de onderlijn doe ik precies hetzelfde. En die maak ik dus groter. Met het bolletje. En ik zorg dat beide buitenkanten allebei buiten de roze vlakken zitten. Nou, ik wil zeker weten dat die echt goed zit. Dus ik ga inzoomen. Als ik dat niet doe, krijg ik hele rare dingen. Dus ik ga inzoomen en dan ga ik kijken of die op de stippenlijn zit. Nou, dit gebeurt me nou bijna nooit, maar deze zit bijna op de stippenlijn. Dus ik ga hem nog even een keertje nog proberen te verschuiven. Kijken of die zo. Nou, ik vind hem eigenlijk wel. Ik vind hem zo wel goed. Dan zie je dus dat hij. Hij moet ietsje lager trouwens. Ik zit nu, ik klik de laatste keer en dan schiet hij in een keer. Ja, zo. Nou, je ziet een klein beetje stippenlijn, maar dat is niet zo erg. Ik wil voornamelijk zeker weten dat mijn lijn hier op de midden zit. Dus ik leg deze op de stippenlijn, of in ieder geval op de vouwlijn waar die gaat vouwen. En dat doe ik aan de andere kant ook.
Aan de andere kant zit er ruim overheen, dus die moeten we even aanpassen. Zodat die op de stippenlijn ligt, dat hij deze punten allebei meeneemt. Nou, dit ziet er goed uit, dus ik ben tevreden. Ik zoom weer even uit met de pijltjestoets naar beneden te drukken in de zoomfunctie. En wat ik ga doen is ik klik op de rechtermuisknop op het vierkantje. Of nee, sorry, ik moet eerst zorgen dat ik natuurlijk allebei de figuren geselecteerd heb. Hoe ik dat kan doen, kun je op twee manieren doen. Ik kan een selectie maken met het vierkantje en het grote vierkant. En daarbij trek ik hem niet groter, want dan pak ik mijn stippenlijn mee. Dat wil ik niet. Dus ik wil alleen de vierkant en het binnenste vierkant. Dus het grote ding en het vierkantje. Dat kan op deze manier dus. Maar het kan ook door hem te selecteren. Je shift-toets op je toetsenbord ingedrukt te houden. En vervolgens de roze vlak te selecteren. Dat is maar net wat je makkelijk vindt. Dus beide functies werken. Ik heb nu de grote roze ding geselecteerd en mijn vierkant geselecteerd. En dat zie ik door die blauwe stippellijn die eromheen zit. Nou, nu kan ik rechtermuisknop klikken. En dan kies ik voor delen. Want ik wil alle onderdelen die ik eraf ga halen zo goed als behouden. Dus ik klik op delen. Dan verliest hij zijn mooie roze kleur en dat maakt niet zoveel uit. Ik zoom even helemaal uit. En wat ik ga doen is ik pak deze ding aan de zijkant vast en die trek ik naar rechts. Die hebben we niet nodig, dus die mag weg. Dat doe ik aan de andere kant ook. Die hebben we niet nodig, dus die mag ook weg. En wat je zal zien is als ik deze pak en deze naar links versleep, dat die ook gedeeld is. En deze ook. Nou, lang leven de lol, de stippenlijnen, die kun je niet delen. Dat gaat niet goed, omdat het een lijn is. Dus die zullen we even opnieuw moeten tekenen. Dus dat betekent dat we deze twee stippenlijnen eigenlijk mogen verwijderen. Want die moeten we even apart in design neerzetten. Die zullen we hier in design ook weer even neer moeten zetten. Dus ik gooi die even weg. En wat we gaan doen is we gooien deze ook weg. Althans, ik zet hem ook, Ctrl-Z, met stippenlijn. Dus ik selecteer ze allebei. Ik zet hem even aan de zijkant. Ik bewaar hem wel, maar ik heb hem eigenlijk niet nodig. Want eigenlijk hebben we aan deze voldoende. Dus we zetten deze even in het canvas, hier aan de zijkant. We beginnen even met de onderkant. Dit is mijn onderkant. En eigenlijk moeten we hier nog een plakrand aanmaken. Want dit is de onderkant van je tasje. En hij moet nog hier aan vastgemaakt worden. Dus wat we gaan doen is we gaan hier een plakrand eraan maken. Dus wat ik ga doen is in mijn figuurtjes heb je hier een heel mooi icoontje ervoor. Ik weet niet hoe ze er zo'n ding noemen, maar ik noem hem maar even een trapeze. Deze heeft precies de goede design wat je wil hebben. Want je wil eigenlijk deze flap, zeg maar, wil je nagaan maken alleen dan hier. En dit wordt een vouwlijn. Dus de snijlijn die hier nu zwart is, wordt een stippenlijn. We plakken eerst de trapeze even mat. Dus ik klik er een keertje in, dan komt die in mijn mat te staan. En ik plaats deze even naar onderen. En we zoomen even in hierop. Wat we willen is dat die plakrand precies even breed wordt als dit. Want dit is de breedte van je onderkant van jouw tasje. Dus we zetten deze hier naartoe. We zetten deze hier naartoe. Zo. En we zetten hem erop. Nou, ik heb ontdekt dat als je deze naar beneden trekt, dat hij bijna helemaal evenredig gaat zijn. Dus dat ziet er perfect uit. En dan zie je eigenlijk dat deze een lijn eigenlijk helemaal gelijk gaat lopen. En wat ik ook zorg is dat de trapeze iets over de blok heen valt. Dus je valt, hij moet ietsje over het design heen vallen. Want als je hem zo meteen gaat samenvoegen, dan heb je dat nodig. Zoomen we weer uit. En wat we even gaan doen is we gaan ook even de stippenlijntjes vastzetten. Want dan weten we in ieder geval dat hier de stippenlijn moet komen. Zet even mijn trapeze omhoog, zodat hij niet in de weg staat. Ik trek eerst even de stippenlijntjes, want dat is makkelijker zo meteen als hij samengevoegd is. Dat ga je zien waarom. We beginnen eerst met mijn stippenlijntjes. Stippenlijntjes zetten we door het padtool te selecteren. We gaan met de muis naar die hoekjes toe. En als het goed is, als je het goed hebt staan, dan laat hij zo'n vierkantje zien. Dus ik ga naar het hoekje toe, klik op het vierkantje en ik trek een lijntje naar beneden naar de andere kant. En ook hier geeft hij zo'n vierkantje. Dat is een soort magneetpuntje, zeg maar. Als ik daar nog een keer klik, heeft hij een lijn. Moet ik nog een keer klikken op het blauwe puntje en dan heb ik de lijn definitief. Nou, dit moet een stippenlijntje worden, dus ik ga naar mijn instellingen.
Klik op mijn lijn toe en ik klik op de gestippelde lijn of dashed line of hoe je hem ook wil noemen. Dit doen we aan de andere kant nog een keer. Ik kan hem ook dupliceren en hem verplaatsen, maar ik vind dit eigenlijk persoonlijk makkelijker. Ik ga naar de pad toe. Ik klik op het eerste puntje. Trek hem naar beneden. Klik op het tweede puntje. Klik nog een keertje. Ga naar mijn eigenschappen. Dus dat icoontje naast de prullenbak. Ga onderaan naar de streepjespatroon en klik het derde, 1, 2, derde stippellijntje aan. Dus dezelfde stippellijntje als die ScanCut heeft gebruikt. Goed. Nou weer terug naar de trapezius die we hadden gemaakt. Deze willen we hebben, maar die moeten we ook aan de andere kant hebben. Dus wat we doen is rechte muisknop erop klikken, dupliceren. Dan heeft hij er weer eentje geplaatst. Deze hebben we nodig alleen dan andersom. Dus we nemen weer het groene blokje en we verslepen hem andersom. En we houden de shift-toets even ingedrukt, zodat we zeker weten dat hij 100% gedraaid is. Deze zetten we ook hierop. En dan gaan we even inzoomen. We zoomen eerst even op de onderkant in. Zo. En dan gaan we even kijken hoe goed hij staat. Jij mag even aan de kant. Ja, je wilt hem eigenlijk zo hebben. Dus je zet hem zo. Zo. Ik weet dat dus mijn lijnen goed overlappen. En wat ik ga doen is ik ga ze samenvoegen. En wat ik doe is ik selecteer mijn trapeze en ik selecteer mijn onderkant. Niet de stiplijntjes. Dus ik trek mijn selectieboxje over de trapeze en over de onderkant. Ik ga dus niet naar rechts naar de stippellijn. Dat willen we niet zien. We willen dit zien. Dat heb ik gedaan. Wat ik doe is rechte muisknop en ik klik op samenvoegen. En dan zie je dat hij is samengevoegd. En dan zie je hier een rare blokje dingetje zitten. Nou, dat willen we niet, want dat gaat de ScanCut ook zo uitsnijden. Dus wat we gaan doen, en dit is nieuw voor de meeste mensen, dubbelklikken op het figuurtje. Als je dubbelklikt, komen er van die puntjes overal staan waar een hoek zit. Dus hier heb ik een hoek, hier heb ik een hoek, hier heeft hij ook een hoek gevonden. En als ik iets naar links scroll, zit hier ook een hoek. En zo gaat het helemaal rond. Wat ik wil is deze puntjes wil ik verwijderen, want die wil ik niet. Dus ik klik op zo'n blauw bolletje en dan laat hij zien welke lijn het is. Ik begin even met dit bolletje. Dan zie je dat dit stukje lijn is. En dan druk ik hier in dit selectiedingetje op min. En dan zie je dat hij hem weghaalt. Nou vind ik dit geen slechte hoek, dus die laat ik gewoon staan. Mocht je meer punten hebben, gewoon nog een keertje het bolletje selecteren en weer op min drukken. En dan is hij helemaal recht. Doen we ook aan de andere kant. Dus dubbel klikken op je design. Dan komt zo'n bolletje. Klik mijn bolletje aan. Druk op min. Dan verdwijnt hij. Klik mijn bolletje weer aan. Nou, die wil ik niet verwijderen. Dus ik klik het andere bolletje aan. Dit stukje. Ja, die wil ik wel verwijderen. Dus dan klik ik weer op min. En dan is hij helemaal recht. Dan heb ik gewoon een rechte lijn van links naar rechts. We hadden ook een stippellijn hier nodig, want dit is een vouwlijn. Dus wat we gaan doen is, we gaan weer naar de pad toe. En als het goed is, moet je hier een bolletje hebben staan. Ja, omdat er een bolletje staat, kun je met je muis hier naartoe gaan. En dan komt er zo'n vierkantje. Als je die niet hebt, moet je even gokken ongeveer waar je hem hebt gesneden. Ik heb hem nog staan, dus ik kan hem lekker hier selecteren. Trek mijn muis naar de andere kant en ga op zoek naar hier waar het bolletje zat. Waar zit het bolletje? Een bolletje zal ongeveer op de... Ja, het zit net boven waar die hier horizontaal blijft. Dus ik hou gewoon mijn shift ingedrukt, trek hem naar de andere kant en klik een keer. En ik klik nog een keer om de lijn definitief te maken weer. En we gaan naar eigenschappen en kies hier ook weer de stippeltjeslijn. Zo, nou hebben we dus een vouwflap, zeg maar, waar die op kan flauwen en waar je dit de bovenkant zo meteen mee kan vastmaken. Dus we zoomen weer uit. Wat hebben we dan staan? Scroll even iets naar boven. Ik heb dus een flap staan met aan de onderkant een vouwflapje. Hier hebben we een vouwflapje. En hier hebben we ook een vouwflapje. En hiermee kunnen we hem vastlijmen. Nou, nogmaals, dit moeten we natuurlijk aan de andere kant ook doen. Want we hebben een linkerzijde en een rechterzijde. Dus we doen deze trapeze weer naar beneden. Naar beneden, naar beneden, naar beneden. Hij zit er nu nog boven de lijn. Hij zit er nu op en hij zit er nu onder. Dus ik wil hem wel ongeveer gelijk houden, dus ik
Zoom eventjes omhoog. Zo, ik wil hem hier plaatsen. En ik ga ze weer allebei selecteren. Zowel de trapeze als mijn onderkant van mijn design. En niet de stippenlijnen. Ik klik weer rechtermuisknop. Ik druk op samenvoegen, waardoor het één geheel wordt. En ik zie hier weer netjes die twee rare hoekjes zitten. Nou, klik weer op het grote blok. Dubbel. 1, 2. En dan heb je weer die stipjes. Dit stipje klik ik aan. Nou, hij heeft hier al de goede geselecteerd. Dus die druk op min. En ik klik weer op het blauwe bolletje. En weer op min. Die wil ik verwijderen. Nou is het één geheel. Doe ik hier ook. Klik op het eerste bolletje. Nee, die lijn willen we niet verwijderen. Zo klik op deze. Ja, die willen we wel verwijderen. Op het bolletje min. Druk op het volgende bolletje. Dat lijnstukje willen we ook verwijderen. En dan is hij klaar. Dan zien we hier dat hij een klein beetje zijn stippenlijntje erbuiten gooit, maar dat is niet zo erg. We gaan weer naar de pad toe, want we moeten hier nog een stippenlijntje overheen trekken. Dus pad toe, eerste stippelen dingetje opzoeken. Daar zit hij, ik zie het een heel klein hoekje hier. Het is sowieso ongeveer gelijk met de vouwlijn van deze, dus als je hier gaat staan en ongeveer klikt, is het altijd goed. Trek je hem naar de overkant. Met de Shift-toets ingedrukt houden, zodat hij mooi recht is. Ik kan geen kant op. Als ik loslaat, gaat hij mee. Shift-toets ingedrukt houden, naar de andere kant. En één keer klikken. En nog een keer op het blauwe bolletje klikken. En hij is definitief. We gaan weer naar eigenschappen. Kiezen weer de bovenste, of de stippeltjespatroon. De derde van boven. En ik heb een stippeltjeslijn. Zo, mijn onderkant is klaar. Yes, dat is gedaan. Nou, om helemaal veilig te stellen, selecteer ik het hele verhaal. Nee, ik selecteer dat hele verhaal. Jou wil ik er niet bij hebben. Ga eens aan de kant. Zo. Ik selecteer het hele verhaal. Dus ik selecteer alle stippenlijnen en mijn buitenkant. Rechtermuisknop. Groeperen. Zo kan ik hem veilig naar mijn scannercad-machine sturen, zonder dat de stippenlijntjes aan de wanden gaan. Nou, dan hebben we de zijkant nog. En aan de zijkant hebben we dus dit en we hebben die stippenlijnen. En we hebben hier ook nog een stippenlijn. Als we dit zo over elkaar laten staan, groepeert hij deze nou niet? Nee, oké. Als ik dit zo laat staan, dus ik heb een stippenlijn hier en ik heb een snijlijn, dan gaat mijn machine en stippelen en snijden. Dus dan krijg ik een dubbele snede op één stuk, waardoor die eventueel zelfs door de mat heen kan snijden. Nou, dat willen we niet. Dus wat we eigenlijk willen is die stippenlijn onderbreken. Dan moeten we gaan doen door die groepering. Even kijken of dit een groepering is. Nee, dit is geen groepering. Dit is gewoon echt een één geheel, zeg maar. Dus wat we gaan doen is ik plaats met mijn basisfiguren. Dus basisfiguren. Weer een vierkant in mijn scherm. En ik zet mijn vierkant net over de stippenlijn heen. Ik zal hem iets lager doen. En wat ik ga doen is selecteer mijn stippenlijn en mijn vierkant. En ik kies voor overlappende gedeelte verwijderen. En dat vindt hij niet leuk. Nee, daar was ik al bang voor. Oh, dat is iets te veel verwijderen. Nee, helaas kun je een stippenlijn dus niet verwijderen. Vorige keer had ik op een of andere manier voor elkaar gekregen om de stippenlijn helemaal los te trekken. Zo kan het ook. Wacht, dat is toch interessant. Als je namelijk dubbelklikt in je design, dan krijg je hier ook die punten. Dus hetzelfde als wat je op zo'n grote figuur hebt. Hier die punten waar we net ook mee aan het spelen waren. Heb je dat ook voor de stippenlijn. Dus als je hem net als mij één geheel hebt en niet allemaal losse stippeltjes, dan kun je er dubbel op klikken. Dus ik klik één keer erop. Erop. Ja, goed zo. Eén keer erop. En ik klik nog een keer en dan krijg je die stippen. Als ik op zo'n stip druk, laat hij zien welke lijn het is. Dus als ik op deze stip druk, laat hij zien dat deze lijn is. Druk ik op deze, is het die lijn. Druk ik op deze, is het die lijn. Nou, die onderste lijn, dus deze lijn, willen we weg hebben. Als ik nou op minnetje druk, dan zul je zien dat hij een heleboel weghaalt. En dat willen we niet. Dus wat we gaan doen, even kijken of dat werkt, is hem sluiten en dan hier min drukken. Nee, nee,
En vindt hij ook niet zo leuk. Dus hij wil hem niet weghalen. Omdat dit de stippenlijn hebben ze zo getekend. Ze hebben een pad toegepakt. Ze zijn hier begonnen. Hebben hem naar beneden getrokken. Hebben hem hierheen gezet. Hebben hem hierheen gezet. En hebben hem daarheen gezet. En als we nou dit stuk proberen te verwijderen. Omdat dit geen gesloten pad is. Gaat hij hem dus helemaal verwijderen. Dus helaas gaat dat niet op. Dus we zullen hem zelf moeten tekenen. Nou, dat is niet zo'n ramp. Dat kunnen we. Want we weten hoe we een pad toe moeten doen. En we weten hoe hun het hebben gedaan. Dus wat we gaan doen is, ik zet even alles weer terug. Dit is hoe we hem willen hebben. Dus wat ik ga doen, is ik klik hem aan. Ik doe dupliceren. Als je hem niet meer lukt om helemaal terug te gaan trouwens naar dit gedeelte. Wat je kunt doen, is deze pakken. En dupliceren. En omdraaien trouwens. Want voor de duidelijkheid, ik zal je even iets laten zien wat mij net is opgevallen met dit dingetje. Is als ik hem hier op een lijn zet. Als ik die blauwe lijn aanhoud, dan zie ik dat die schuin wegloopt, die lijn. Dit ding is niet vierkant of rechthoekig. Dit ding loopt taps toe. Nooit gezien, maar hij loopt dus taps toe. Goed, dus ik had hem aangeklikt, gedupliceerd en ik heb hem hier naast me staan. En ik hou deze even aan, zodat ik kan zien hoe die eruit moet komen zien. Dus we hebben het midden van dat ding nodig. En we gaan het midden gaan we ongeveer op deze hoogte gaan we hem aanpassen. Dus ik zet hem even zo neer, zodat hij even hoog is. Ik ga naar mijn pad toe. En ik heb hier in mijn design, geeft hij het midden aan. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, bij mij heeft hij hem hier het midden aan. Dat is helemaal top, anderszins zou ik moeten uitzoeken hoe mijn midden eruit ziet. Dus ik klik hier en ik trek hem naar beneden. Nou, hier zit geen stipje, want er zit geen punt. Dus we moeten ongeveer even schatten hoe hoog dit is. Als je het echt 100% zeker wil weten, en je wilt echt super zeker weten dat je goed zit. Wat je kunt doen is één keer klikken. Nog een keer klikken en dan is je lijn definitief. Nou, we maken er al vast even een stippenlijntje van. Nou, stel je wil echt zeker weten dat deze lijn even hoog is als die. Wat je kunt doen is weer naar je pad toe gaan. Je pakt hier het puntje waar dat zit en je trekt hem naar links. En je trekt hem helemaal voorbij zodat hij heel lang is. Klik nog een keer en dan heb je gewoon een zwarte lijn in je design staan. En dan kun je bijvoorbeeld zien dat mijn stippenlijn al niet helemaal even lang is. Dus wat ik ga doen is ik pak mijn stippenlijn weer vast. Ik zoom even in. Ik pak mijn stippenlijn vast. En mijn stippenlijn trek ik iets omhoog. Zo. Zoom ik weer uit. En wat ik doe is die zwarte lijn die ik net getekend heb, selecteer ik en verwijder ik weer. Zo simpel. Gewoon een hulplijntje even inschakelen. Nou moeten we nog naar links en we moeten nog naar rechts. Dus we gaan weer naar de pad toe. Klik in het pad. En ik hoop eigenlijk dat hij hem hier ziet. Ja, het is een beetje priegelen, maar hier zit het einde van mijn lijn. Dus hier klik ik. En ik trek hem naar linksonder. Daar willen we hem hebben. Klik nog een keer. De lijn is definitief. En we gaan de stippenlijntjes ervan maken. Hetzelfde gaan we doen. Nog een keer de andere kant op. Kies weer pad toe. Ga weer op zoek naar die punt. Ga naar rechts onderin. Klikken. Nog een keer klikken. Stippenlijntjes. Deze stippenlijntjes. Goed. Nou heb ik er twee. Helemaal top. Deze hebben we niet meer nodig. Want hier zit die dubbele stippenlijn in. Die hieronder zit. Dus wat ik ga doen is dit ding helemaal weggooien. We moesten nog één ding doen, dus deze vouwlijn, die was ook verdwenen net. Als we teruggaan naar het originele design, dat is iets te ver, dan zien we hier dat dit ding voorheen hier ook nog een stiplijn had. Nou, die moeten we ook natuurlijk weer hebben, want dat is gewoon een vouwlijn. Dus we gaan weer naar de pad toe. En die stippenlijn die loopt van hier naar daar. Dus ik klik en ik klik hier en ik klik weer en ik maak er weer een stiplijn van. Stippenlijnen, daar word je altijd mee doodgegooid. Vooral dit soort designs. Die is klaar. En nog één keer naar de andere kant. Hopsie. Hopsie. Nog een keer klikken. Eigenschappen. Stippenlijn. Zo. En nou hebben we
deze kant, die kant, maar nog niet deze kant. Want die is niet goed. We hebben deze nog een keer nodig. Prima. Wat ik ga doen is ik selecteer de hele meuk. Zeg rechtermuisknop groeperen, zodat het één geheel wordt. En wat ik vervolgens ga doen is rechtermuisknop dupliceren. Waar is mijn dupliceren? Daar is mijn dupliceren. En ik heb er nog eentje. Zo simpel is het. Dan heb ik een linkerkant, een rechterkant en een onderkant. En de onderkant heeft twee extra vouwstukjes, zodat ik dit aan elkaar kan plakken. Dus deze kan ik hier aan vastplakken en deze kan ik omgedraaid aan die kant vastplakken. We kunnen hem zo niet naar de machine sturen, want ik moet eerst dit ding nog verwijderen. Dus die gooien we weg. En ook het originele design moet je weggooien, want als ik nu op download druk, gaat hij zeggen dat hij dat niet kan. Omdat er iets buiten je gedeelte zit. Dus ik moet deze ook nog even verwijderen. En ik kan hem opslaan onder een andere naam. Ik noem hem onderkant tasje in drie delen. En ik druk op dit icoontje. Dat is dat ding met een pijltje naar beneden. En als je hierop klikt, gaat hij hem opslaan. En als ik op downloaden druk, dan kan ik hem op dit moment opslaan op mijn computer. Waarom krijg ik het pop-up scherm niet te zien? Oh, nou wel. Geen idee. Kan vast heel raar. Als ik download druk, kan ik hem opslaan op mijn computer of naar mijn machine sturen. Zodat ik hem kan gaan gebruiken. Hopelijk kon je dit filmpje volgen en was het nuttig. Mocht je vraagjes hebben over hoe ik dingen doe, laat het dan weten. Mocht ik te snel gaan, laat dat dan ook even weten. En hopelijk tot gauw. Doei doei!